In ieder geval ergens in Noord-Afrika. Daar wordt een hele Amerikaanse divisie, niet waar, tot gruis vermalen door de Duitsers. Ja. Het was een gigantische schok. Amerikanen begrepen ook dat je een groot deel van het kader wat ze mee hadden gebracht, dat je dat het beste meteen uit kon gooien om de jongelui te vervangen die in ieder geval bereid waren iets te leren, om het maar even zo te zeggen. Het van Rossum, kunt u mij horen? We hebben het eerder over het boek van Paul Kennedy gehad, The Rise and Fall of Great Powers. Ja, en nu moeten we dus die Engineers of Victory. Een hartstikke interessant boek. Eigenlijk, ja, kijk, dat boek Rise and Fall heeft natuurlijk enorme pretenties. Maar in allerlei opzichten is dit boek is praktischer. Ja. Omdat het ook over hele praktische problemen gaat die ook op een praktische wijze opgelost moesten worden. Het heeft een aantal hoofdstukken van problemen die zich voordeden tijdens de Tweede Wereldoorlog en hoe die problemen zijn opgelost. En het probleem wat we straks gaan bespreken is het verbijsterende succes van het Duitse leger in de eerste 2 jaar van de Wereldoorlog. En natuurlijk ja, de vraag, wat moesten ze daaraan doen? Hoe konden ze die Duitsers niet waar bestrijden? En dat is een hoogst interessant vraagstuk en daar gaan we straks een soort van antwoord op geven. Dus diezelfde Paul Kennedy die we ook laatst hebben besproken met de Rise and Fall. Dezelfde Paul Kennedy. Ja, ik dacht, ben ik toch met Paul Kennedy. En ik moet bekennen, ik had nooit gehoord van dat boek. Niet waar over, Engineers of Victory. En een kennis van mij zei, joh, dat is een hartstikke leuk boek. Dus ik begin te lezen en ik begin eigenlijk met het stukje over de T-34 tank. Volgens iedereen altijd de beste tank van de Tweede Wereldoorlog. De beste tank ooit. En nou ja, een wereldwonder op rupsen, zou ik maar zeggen. En hij heeft een hele leuke intro waarin hij laat zien dat die eerste 2 jaar dat ding echt voor een meter functioneerde. Dat is wat ik niet wist. Ja, zodoende heb ik toen dat boek gelezen. En dan gaan we nu de diverse hoofdstukken gaan we daarvan behandelen. Collega-historicus is het, hè? Paul Kennedy, ja zeker. Ik geloof zelfs dat hij min of meer even oud is als ik. Zal elkaar niet veel uitmaken. En hij heeft in de tijd een enorme plons veroorzaakt met dat boek Rise and Fall of the Great Powers. En daarvan denk ik, nou ja, dat heb ik vorige keer uitgelegd, hoe leuk het is dat al die voorspellingen niet klopten. Ik was sympathiek kritisch. Ik wilde eigenlijk voornamelijk laten zien dat je zo'n analytisch verhaal over de Rise and Fall of the Great Powers sinds 1500, want omstreeks die tijd begint dat boek. Dat je daar eigenlijk niks aan hebt als je dus zelfs de naaste onmiddellijke toekomst wil voorspellen. Dat met name natuurlijk, maar dat geldt voor ontzettend veel mensen, ook voor mij overigens, dat ik de enorme mogelijkheden van de EU niet heb gezien op het moment dat de Sovjet-Unie natuurlijk in elkaar stortte. Ja, waar moesten die landen heen? De Baltische Republieken, Polen, de hele Sante Kraam, die hadden maar één vluchtweg natuurlijk. Namelijk de NATO en de Europese Unie. Notabene dat toch Zweden en Finland, dat die ook zich bij de NATO hebben aangesloten. Ik bedoel, ja, dat vinden we nu ineens allemaal heel normaal. En ja, die vinden, hebben ook met die mugjes en zo. Dus dat, nee, dat is natuurlijk eigenlijk een hele uitzonderlijke situatie. Dat dus eigenlijk de implosie van het Sovjet-imperium heeft eigenlijk, hoe gek dat ook klinkt, een soort nieuw imperium gecreëerd in de vorm van de Europese Unie. Alleen is dat qua vorm een betrekkelijk uniek imperium, omdat het bestaat uit zelfstandige staten die een enorm talent hebben om met elkaar dwars te zitten en ruzie te maken en tegelijkertijd overhuifd worden door grotendeels één munt, grotendeels dezelfde regelgeving. Dezelfde normen en waarden enzovoort enzovoort. Dus dat is een, ja, nu heb ik natuurlijk een heel gevaarlijk woord gebruikt voor de Europese Unie, namelijk dat het een imperium is, een empire. Dat was mijn idee niet. Dat, god, wie las ik daar nou? Zo'n bekende Engelse essayist zei, je moet de EU zien als een empire. Daar dacht ik van, nou, laten we eens even wachten. Maar goed, ik heb het voorbeeld gegeven van Oostenrijk-Hongarije. Wat in feite uit 2 nogal verschillende onderdelen bestond. Namelijk het bekende Duitse onderdeel natuurlijk, met Wenen als hoofdstad. En dan nog allerlei buitengewesten.
En je kon, als je een Hongaars paspoort had, kon je geen Oostenrijks paspoort krijgen. Kortom, ook dat was een imperium, geloof ik, dat je dat kunt zeggen. Ja, dus, de Europese Unie is een zonderling nieuw soort imperium. Wat we misschien iets serieuzer zouden moeten nemen dan we zelf doen. Zeker in Nederland. Hè? Waar altijd zo'n toon is, nou ja, kost geld. Ze gaan de stroopwafels verbieden. Ja, je weet het maar nooit met die lui. Dat die toon. Ah, dat van censuur natuurlijk. Hoe kwamen we hierop? Nou, op het boek van Paul Kennedy. Het tweede boek wat we gaan doen. Ja, het boek van Paul Kennedy, ja. Ja, dit is hartstikke leuk om te lezen. Ja, je ziet die opeenvolging van imperia, die natuurlijk allemaal tenslotte toch een beetje in de versukkeling raken. Tot in feite twee buiten-Europese landen, niet waar de Koude Oorlog beheersen, namelijk de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. Sovjet-Unie, het werkt economisch niet. Als het economisch niet werkt, dan kun je het wel een tijdje volhouden. En je kunt ook wel vlaggen wapperen, interessante poppenkasten. Oorlogsschepen, maar op een moment is het op. Ja. En dat moet je zeggen van de Verenigde Staten, omdat de Verenigde Staten een wonderlijk fenomeen zijn in die zin. Dat het aan de ene kant een beetje op is, met name het politieke systeem is natuurlijk volledig ontspoord. Ik denk dat je dat toch wel deels kunt zeggen. Ik bedoel, als de meest invloedrijke politicus van het land een persoon is die A, evident psychisch gestoord is, die B, een staatsgreep heeft gepleegd in 21 natuurlijk, 6 januari. Ja, en die man die is dé kanshebber om kandidaat te zijn van een van de twee grote partijen, dan weet je natuurlijk dat er iets grondig misgegaan is. En dat is naar mijn idee het geval. Maar Amerika is zo'n divers en complex land dat tegelijkertijd allerlei dingen goed gaan in Amerika. He? Je hoeft helemaal niet lang in Boston te zijn om te denken, goh, het valt enorm mee. He? Ja, oké, we hebben die gek, maar die komt nooit naar Boston. Dus idem dito, wat je in L.A. treft, geweldig. Nou, vind ik althans. Ja, je hebt ook zijn kant, dat is een mindere kant, en dat geef ik toe, maar ik vind L.A. eigenlijk een prachtig voorbeeld van een echte moderne stad. Dus ja, dat heeft Amerika ook. Ja, en dan flyover country, zoals ze het zelf noemen. Als je dan een dorp in Wyoming, dan denk je, ja, dit is toch ook wat, zeg. Hè? Dit, daarbij vergeleken is Bunnik het paradijs. Ja, dat zijn die treurige stadjes. Maar die zijn er ook. Het is een continentale staat. Dat is voor Nederlanders ook volgens mij moeilijk geestelijk te verwerken. Hoe groot het is. Ik ben nou een week lang met de bus door Duitsland gereden. En ik moet je zeggen dat ik al heel snel dan in die bus zittend, prachtig, ja, zeker in het voormalige DDR, onaangetast cultuurlandschap van grote schoonheid, vind ik. En dat je denkt, daar zitten we ons in Nederland toch druk te maken, niet waar? Het is toch eigenlijk een kabouterlandje. Ja, het is een mengeling van vaderlandsliefde, om het maar even zo te noemen, aan de ene kant. En dat je ook denkt van, kom op jongens, het is een stadsgewest. Heel veel meer dan een soort van goed opgeverfd roergebied is het niet. Ja, dat is gek eigenlijk, dat je dat, omdat je toch in Nederland zelf zijnde gevangen raakt in, zeg maar, de nationale bubbel. Hè? Ja, ja. Maar het heeft ieder land. En voordat je het weet, ga je denken hoe belangrijk het allemaal is. En boeh, dat is zus en zo. En, terwijl het, ja, wat ik al zeg, Noord-Rijnland-Westfalen is ongeveer even groot als Nederland. Heeft ongeveer evenveel inwoners als Nederland. Zijn we daar enorm in geïnteresseerd in Noord-Rijnland-Westfalen? Ik wil wel dat de meeste mensen het niet eens op de kaart kunnen aanwijzen. Het is overigens wel wat armer dan Nederland, dat moet er maar bij gezegd worden. Dus ja, daar had ik veel last van. Vorig jaar natuurlijk in Amerika. Hè? Eindeloze wegen in Wyoming. Wat dan gewoon niks is. En om de opwinding dan, als ik weer terug ben in Kabouterland,
Met kabouterpartijtjes ook zo erbij. Ja, oké. Dit wat betreft mijn algemene wereldhistorische beschouwingen. Zal ik iets doen aan die Engineers of Victory? Zo is niet het eerste hoofdstuk van het boek. De hoofdstukken betreffen eigenlijk wat ik nu dadelijk ga behandelen. Namelijk het enorme succes van de Duitse panzerdivisies in de bredere zin van het woord. De kwestie van natuurlijk de aanvoer van goederen over de Atlantische Oceaan. Dat wil zeggen, hoe maken we de tocht van Amerika naar Engeland veilig? Dat speelt een rol. Wat natuurlijk een groot probleem is, hoe gaan we landen als we Hitler tenslotte natuurlijk in zijn Europese vesten willen aanpakken? Dan hebben we er drie. Dat is nog een slothoofdstuk, dat is ook vrij in algemeen beschouwend. Ik wou aan al die dingen ga ik aandacht besteden. Misschien niet allemaal. Kan zijn dat ik de landingsproblematiek verbind met een van de andere kwesties. Maar ik ga het allemaal toch behandelen. Want dat is wel op zichzelf ook wel interessant. Dat natuurlijk, komt eigenlijk zelden, wordt dat gedetailleerd aan orde gesteld. Namelijk de geallieerde campagne in Italië. Waar het meerdere malen echt kantje boord is geweest. Omdat ze daar meerdere malen geland zijn. Salerno, Anzio, ja. Ik zal het uit de doeken doen. Het had echt geen haar scheeld. Ze waren gewoon de zee weer ingejaagd door de Duitsers. Want ja, dat is wel een stramien in dit hele boek. Engineers of Victory. Dat het eigenlijk allemaal gaat over het verbazende succes van de Duitsers. Als het op gewoon puur vechten aankwam. En ook tenslotte, bij al die hoofdstukken, zegt hij toch tenslotte, wanneer het ook maar was, of het in de eerste periode van de oorlog was, of in de tweede periode van de oorlog, of op de valreep van de oorlog, als het daar bijna afgelopen is, het vechten van de Duitsers was altijd, als je kijkt naar het aantal gesneuvelden enzovoort, 20-30% effectiever dan het vechten van de andere partijen. Ja, de Russen behalen een enorme overwinning aan het oostfront. Dat je even naar de cijfers kijkt. En dan zie je dus dat de Russen veel grotere verliezen hebben geleden dan de zich terugtrekkende Duitsers. Maar dat de Duitsers uiteindelijk natuurlijk toch verloren hebben. Ja, dat moet ik je zeggen. Als je dit nou ook weer leest, al die hoofdstukken. En als je wat breder leest over die oorlog. Het was echt een volkomen halfgare gok. En vanaf december 1941 was het een verloren boel. Kun je zeggen, ja, toen is hij doorgegaan om al die Joden te vermoorden. Dat, ik weet niet, is ook natuurlijk in een soort wonderlijke trauma is die geraakt. En die hele natie eigenlijk met hem, het blijft een hele wonderlijke vertoning. Maar Duitsland was qua vechten verreweg de beste partij in de Tweede Wereldoorlog. Maar ja, je kunt nog zo enorm goed kunnen vechten. Als je natuurlijk vecht tegen en Engeland en de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten, dan weet je zeker dat je vroeg of laat zult verliezen. Het had misschien nog iets eerder afgelopen kunnen zijn. Pak een beet herfst 1944. Het had ook later afgelopen kunnen zijn. Het D-Day met moeite of nou ja, hadden ongelukjes kunnen gebeuren. Maar de Duitse nederlaag stond als een paal boven water. Ondanks al die praat. Nou, nu moeten we aansnijden het probleem. Dat met name in de eerste, nou, weer zo'n minietje, hè. Ja, ik heb ook zo'n theorie dat hoe kleiner het autootje, hoe meer zo die. Die bestuurders willen even laten merken dat ze er ook zijn. Hè? Sluit een beetje aan bij Nederland als klein landje. Hè? Klein landje, kleine autootjes, kleine mannetjes, enzovoort. Ja, kijken we even naar de eerste helft van de Tweede Wereldoorlog. Dus dat begint in september 1939. En waar ligt het kantelpunt? Zo eind 42, begin 43. Zo over een periode van een half jaar of zo. En wat we daar zien, dat is natuurlijk het ongekende succes van de Duitse Weermacht. Met name het modernste deel van die Weermacht, namelijk de panzerdivisies.
hadden die, dat waren allemaal natuurlijk uitgerust met tanks. Waren dat allemaal de modernste tanks ter wereld? Nou, eigenlijk niet. In allerlei opzichten, de Fransen hadden meer tanks en in allerlei opzichten betere tanks dan de Duitsers. Maar je kunt toch zo'n geweldige tank hebben, als je hem niet kunt gebruiken, dan heb je er echt geen bal aan. Als wij met z'n tweeën een tank zouden kopen, dan hoewel we nog heel wat narigheid zouden kunnen aanrichten met dat ding. Maar je moet, moet tanks kunnen gebruiken. En dat is wat de Duitsers konden. En dat is, want het is natuurlijk het gebruik van die Duitse tanks, van die Duitse panzerdivisies, was een hele complexe aangelegenheid. Want daarvoor had je ook nog een mobiele infanterie nodig. Daarvoor hadden ze wel vrachtauto's en zo. Die konden ze relatief snel verplaatsen. Een groot deel van de mobiliteit van de Weermacht was ook nog steeds afhankelijk van paardentractie en zo. En was in die zin ouderwets. Maar die top van het Duitse leger, die was enorm efficiënt en modern georganiseerd. Want er was natuurlijk ook nog de luchtsteun, de tactische luchtsteun. De Luftwaffe was in feite anders dan de Engelse luchtmacht, gaan we het ook nog over hebben, of de Amerikaanse luchtmacht, niet georganiseerd om strategisch te bombarderen. Om wel wat gewoon bombardeerd worden, maar waren relatief kleine twee motoren bommenwerpers. De Luftwaffe was primair georganiseerd voor tactische ondersteuning van vechten op de grond. En dat hele systeem, dat werkte zo fantastisch, dat je daar ook nog een vraag bij moet stellen. Hoe kwam dat? Hoe kwam het, die enorme discipline? Want daar heb ik het wel eens eerder over gehad. Altijd valt je op als het over de Weermacht gaat. Tempo, tempo, tempo. Ik kwam ook een beetje op dat idee natuurlijk, omdat ik dat Market Garden dan doorgespit heb, vanwege die brieven van mijn opa, dat je ook toch gefrappeerd wordt. Het enorme tempo, niet waar, dat die Engelsen die zitten maar te prutsen en te kloten, die raken hun commandant kwijt en de radio werkt niet en ze gaan thee zetten. Nou ja, het is dat je denkt van, Amerikanen waren ook vaak heel kritisch over dat gepruts van die Engelsen. En die Weermacht, dat is van een heel ander hoofdstuk is dat. Dat is dat ontzaglijke tempo wat ze ontwikkelen. Nou ja, dat wordt voor het eerst wordt dat getoond in Polen. Nou ja, hoe lang? Het heeft geloof ik 2 weken geduurd voordat de eerste Duitse panzerdivisie ter hoogte van Warschau was gearriveerd. Dat is relatief snel. Dan krijgen we nog een paar andere kleinere campagnes in Europa. Altijd hetzelfde patroon, dat de Weermacht in no time klaar is met de campagne. Ook daar in Noorwegen, in het noorden. En tenslotte natuurlijk de kleine landjes. Denemarken, daar zeiden ze meteen al, we gaan helemaal niet vechten, we doen de slagboom omhoog. Van harte welkom, kom binnen. Altijd een lastig moreel, moet je je verdedigen. Moet je toch nog enkele honderden mensen laten sneuvelen om te laten zien dat je je in ieder geval verdedigd hebt? Of moet je gewoon zeggen zoals de Denen, ja, we weten van tevoren dat we het gaan verliezen, dus het heeft weinig zin om allerlei slachtoffers te laten vallen. Daar spreek ik me niet precies over uit. Misschien moet je toch iets doen, nou ja, hoe dan ook. En tenslotte, de klap op de vuurpijl, de werkelijke start van de Tweede Wereldoorlog, de gebeurtenis die tal van mensen niet waarbaar bleek heeft weg, heeft doen verbleken, de campagne tegen Frankrijk. Frankrijk was een grote mogendheid. Frankrijk had een groter leger dan Duitsland. Frankrijk had meer tanks dan Duitsland. Frankrijk had betere tanks dan Duitsland. De Franse luchtmacht was waardeloos. De radiocommunicatie was waardeloos in Frankrijk. Dat hadden de Duitsers tiptop onder de knie. Dus zo'n man, je hebt wel van die foto's van die generaals die dan zo'n panzerdivisie leidden. Die hadden ook een soort commando-auto en die konden zo in no time de Stuka's oproepen om hun verwoestende en zenuwslopende werk te doen, hè? Want de Stuka is een duikbommenwerper en die zet ook een soort sirene aan, waardoor iedereen, nou ja, ook enorm effectief, terwijl het verder niet veel meer was dan sirenes inderdaad. Ja, en dat die grote tegenstander,
tot ieders verbijstering, ook van de Fransen zelf natuurlijk, maar denk aan de Engelsen. Stalin schijnt echt helemaal van de kaart geraakt te zijn. In 3 weken, nietwaar, verslaat de Weermacht het Franse leger. Ja, hier en daar nog wat mopping up operations, maar in feite is het Franse leger in 3 weken weggevaagd. En dat begint natuurlijk, dan is de vraag, wat moet je hier aan doen? Ook in brede zin werd er over geschreven, over de Duitse Weermacht was een, volgens velen een totaal nieuw fenomeen. Eigenlijk een uiting van de meest superieure uiting van de moderne industriële samenleving. Van de managerial society. Nergens hadden ze het zo goed onder de knie als de Duitsers met die panzerdivisies die zulke enorme successen boekten. En nou ja, iedereen beveel ik aan om nog eens te kijken hoe die Duitse planning was voor die aanval op Frankrijk. Het was door de Ardennen heen in 3 weken, was 3 weken, ik geloof nog veel korter, stonden ze in Abbeville aan de kanaalkust. Het was een wonderbare militaire prestatie. Het probleem was natuurlijk ook voor Duitsland, kijk, enorme militaire successen, dat is in eerste instantie, ja, je juicht, je bent blij, zie je wel, dat kunnen wij, die andere sukkels die kunnen niks, maar zijn altijd ook kunnen hele negatieve uitwerking hebben. In die zin dat je je eigen mogelijkheden overschat. Dat je, zoals Hitler ging denken, en die werd ook grof vastgenoemd, Kreuste Veldheer aller Zeiten. Dan dacht hij van zichzelf, toen hij in Frankrijk verslaat, de erfvijand was in 3 weken onder de voet gelopen. Nou, je moet je voorstellen. Waardoor hij in de loop van het verdere conflict steeds de neiging had om te denken, nou, dat is een fluitje van een cent. Hè? Campagne tegen Rusland, dat was een zandkastenspiel. Een zandbak-exercitie stelt niks voor, die Russen kunnen niks, wij zijn, nou ja. Een beetje denk aan de spectaculaire overwinning van Israël in 1967. Hè. Jongen, dat was ook indrukwekkend. Het is natuurlijk vaak indrukwekkend per gratie van de totale incompetentie van de tegenstander. Dat was ook in 1967 zo, maar dat was in 1940 eigenlijk precies zo. En dan denk je, wij kunnen alles. En dan, naarmate je maar lang genoeg, als je maar lang genoeg treuzelt of wacht of iets anders gaat doen, het verrafelt altijd. Succes is nooit voor eeuwig. Succes is ook altijd tijdelijk. Succes slijt. Sterker nog, succes kan je ertoe brengen om in volgende situaties de tegenstander schromelijk te onderschatten. Of, laten we zeggen, de slijtage van de tijd schromelijk te onderschatten. Zoals Israël heeft gedaan. Hè. Ze hadden nietwaar een fantastische voorzet voor oplossingen. Voor het dilemma wat ze eenmaal met zich meedragen daar in het Midden-Oosten. En dat hebben ze niet gedaan. En nu zitten ze, het lijkt natuurlijk of Israël onaantastbaar is, maar feitelijk zitten ze heel diep met de gebakken peren. Zo kun je het toch wel stellen. Idem dito Duitsland, dat zou je niet zeggen, in de Tweede Wereldoorlog. En de vraag is natuurlijk nu, hoe moet je het bestrijden? Hoe zorg je ervoor dat je die afstand, dat je zo'n panzerdivisie afstopt? Hè? Dat je dat tempo eruit haalt? Nou ja, langzaam, stap voor stap, hebben de tegenstanders van de Duitsers wel geleerd hoe je het beste zou kunnen bestrijden. En de eerste keer natuurlijk dat de Duitsers ergens verloren hebben, laten we het even zo noemen, dat was in Noord-Afrika tegen de Engelsen bij El Alamein. Aan de andere kant, als je dat nou bestudeert, die kwestie, ja, daar heeft Montgomery gewonnen van Rommel. Rommel werd breed beschouwd als een van de meest competente Duitse panzergeneraals. Ze hadden een hele zwik van die lui. Met van die zonnebrillen op en zo'n petje en dan ook in zo'n commandowagen en zo. En Rommel was zonder twijfel een van de allerbeste. En tenslotte hebben de Duitsers toch verloren in Noord-Afrika. Dan waren ze Mussolini aan het helpen, toch? Ja, ze hielpen omdat, sommige Italianen hebben ooit wel eens dapper en effectief gevochten, maar over de hele linie moet je generaliserend stellen over het Italiaanse leger, dat het echt een hopeloze onderneming was. Wat op zichzelf enorm interessant is.
Want we weten allemaal dat de Italianen hun bekwaamheden hebben. En dat Italië een schitterend landschap heeft. Maar op dit punt, vergelijkend met die Duitsers. Ja, en eigenlijk was Rommel ondergeschikt aan het Italiaanse opperbevel. Dus begrijpt, daar was hij niet al te gelukkig mee. Omdat, nou ja, Rommel was ook een meester van het tempo. En ook allerlei, laten we zeggen, creatieve oplossingen voor die woestijnoorlog die daar gevoerd moest worden. En als je nou die situatie bekijkt daar bij El Alamein, dan moet je toch zeggen, waarom hebben die Engelsen daar gewonnen? Dat lag wel een klein beetje aan de geografische omstandigheden. Laten we zeggen dat het operatieterrein ter plekke niet erg omvangrijk was. Waardoor wat die Duitsers zo goed konden, zo'n snelle bewegingsoorlog, iets lastiger was uit te voeren. Er waren enorme hoeveelheden mijnen gelegd. Dat valt mij toch steeds op bij die diverse campagnes in de Tweede Wereldoorlog. De gigantische hoeveelheden mijnen die gelegd werden, met name om ervoor te zorgen dat die panzerdivisies, dat die dus niet bewegen konden of gedwongen werden in bepaalde, laten we zeggen, smalle stroken. Doen de Russen weer? Ja, precies. Want je denkt daar niet zo aan. En daar zie je, kijk, in de Oekraïne, als je maar goed oplet. Kijk, we zijn natuurlijk altijd weer geneigd om het allemaal romantisch te zien. Maar de belangrijke wapens zijn bijvoorbeeld mijnen leggen. Ja, het schijnt dat de Russen eigenlijk de hele strook, 1600 kilometer of zo, vol met mijnen hebben gelegd. En artilleriebeschietingen. Artillerie, dat is toch, als ik ooit nog een keer naar school ga, dan ga ik naar een militaire school, omdat ze me dan gaan uitleggen hoe je artillerie goed gebruikt. En waarom dat in films eigenlijk nooit eigenlijk aan bod komt, niet duidelijk wordt hoe dat precies in elkaar zit. Eigenlijk word je ook, ja, er wordt steeds gezegd tempo van die Duitsers. Maar hoe het precies ging en werkte, dat word je niet duidelijk. Dus misschien moet ik toch een keer naar zo'n stafschool en daar is uit de doeken, moet maar eens uit de doeken worden gedaan hoe je dat nou aan moet pakken. En misschien zeggen ze dan ook wel, joh, mijnen leggen. Hè? Ja, mijnen zijn spotgoedkoop, dus het is een heel makkelijk te gebruiken wapen. En artillerie. Nou ja, wat lees je voortdurend over Oekraïne? En altijd hebben ze te weinig artillerie-ammunitie. Hè? Zowel Oekraïne als de Russen. Nou, ook in El Alamein. En dan kijk je naar de cijfers. En dan zie je dus dat Montgomery 600 tanks had. En als ik het uit het hoofd, ik geloof dat Rommel er nog 53 over had. En dat besef je dus, bovendien was ondertussen de Royal Air Force ook tactisch in de lucht uitgebreid aanwezig. Er waren veel meer Engelse troepen in totaal. En dan besef je dat, ja verdomd, ze hebben, laten we zeggen, tempo eruit gehaald bij de Duitsers. Ze hebben gewonnen van de Duitsers. Maar ja, bij dit soort van getalsmatige superioriteit zou je ook wel een ongelofelijke oelewappen moeten zijn om te verliezen. En naar mijn idee was Montgomery een ongelofelijke oelewappen, maar daar bestaat een uitgebreide discussie over de bekwaamheden van Montgomery. Of die niet echt knettergek was, of dat hij toch wel een echte, of die niet min of meer bij toeval de eerste overwinning op de Duitsers heeft behaald bij El Alamein. En Alamein moet je je voorstellen, het ligt op de grens of net over de grens van Libië en Egypte. En ze zijn daar ook een hele aantal keren langs die kust op en neer gereden. Ik weet niet, zou die stuwmeren dat? Nee, waarschijnlijk niet. Ze verliezen. De Duitsers verliezen bij Alamein. En daar zitten in dat verlies zitten een aantal elementen waarvan je kijkt. Je moet de tempo eruit halen. Zoveel is natuurlijk is wel duidelijk. En je moet ze vooral niet de gelegenheid geven om te doen waar ze goed in zijn. En bovendien moet je oppassen dat je niet, je moet meer doen dan één verdedigingslinie aanleggen. Of twee verdedigingslinies aanleggen. Of drie verdedigingslinies aanleggen. Je moet je verdedigings zo diep mogelijk leggen. Want het moet niet zo zijn, want dat deden de Duitsers heel vaak. De Duitsers vielen aan met maximale kracht en snelheid. En enkele malen liep het dan vast en ging het niet goed. Nou, de tegenstander, haha, we hebben gewonnen. De Duitsers die gaan niet door.
En dan reorganiseren ze in noodtempo en vallen voor een tweede keer aan op hetzelfde punt. En dat is dan meestal de reden dat de tegenstander, die nog bezig is met juichen en de vlag te heffen en zo, dat de tegenstander tenslotte blijvend verslagen wordt. En je ziet eigenlijk bij de volgende, we zullen allerlei kleinigheden slaan we over, bij de volgende grote campagne natuurlijk, dat is Barbarossa, als Duitsland besluit om Rusland aan te vallen. En je kunt zeggen, zijn de Duitsers aan het Oostfront verslagen? Ja, de Duitsers zijn zonder enige twijfel aan het Oostfront verslagen. En die technieken waar ik het nu over gehad heb, dus de diepte van je verdediging, het leggen van enorme hoeveelheden mijnen, halen tempo uit die Duitse operaties, dat is allemaal door de Russen ook wel gebruikt. Nadat natuurlijk de eerste campagne, niet waar, van juni 41 tot het late najaar van 41. Ja, daarbij zijn de Russen natuurlijk, die hebben op een afschuwelijke wijze klop gekregen. Die hebben 5 miljoen krijgsgevangenen verloren die de Duitsers overigens gewoon vermoord hebben. Anders kun je het de feiten niet noemen. Dus het zag er natuurlijk heel penibel uit. Maar in Rusland maken de Duitsers natuurlijk kennis met een ander probleem, wat die generaals over snel genoeg in het snotje hadden. Dat eigenlijk de ruimte, kijk, die Duitse vechttechniek had ruimte nodig. Hè? En voor een stad bijvoorbeeld is een hoop, voor een panzerdivisie is een stad een hele, hele lastige klus. Daar heb je eigenlijk geen ruimte. Er zitten al die huizen tussen. En je, nou goed, kortom, dat, je moet een beetje. Maar in Rusland was de ruimte te groot eigenlijk. Ze hadden toch in Rusland iets, hoe moet je dat zeggen, een hap afgebeten die ze niet behoorlijk verteren konden. Daar kwam het een grote trek op neer. Dus ja, uiteindelijk gaan de Russen in de tegenaanval bij Moskou. Dat was een hele verrassing voor de Duitsers. Die moeten ook een heel eind terugtrekken. Maar toch, ze gaan weer in het offensief in 1942. En daar kun je zeggen, ja, ze hebben natuurlijk Stalingrad aangevallen. Dat is heel slecht afgelopen, al met al. Maar ook in. En dan zie je ook dat de Weermacht slijtage oploopt, niet meer zo fantastisch functioneert als die deed. Want je zou de stad Stalingrad kunnen zien als een enorm diepe verdedigingssysteem. Wat er al was vanwege het stedelijke karakter. En ja, dat heeft natuurlijk voor niet onbelangrijk reden Hitler op zijn geweten. Hij wou per se dat Stalingrad uit symbolische overwegingen werd ingenomen. Het heet ook geen Stalingrad meer, geloof ik. Het heet tegenwoordig Volgograd. Ja, wat wil je misschien anderen? Nou ja, de kans dat de Duitsers het weer willen innemen, het lijkt me vrij klein. En dan komen we aan 43. En dat is het laatste jaar dat de Weermacht nog in het offensief gaat aan het Oostfront. En dat kwam omdat er een soort bult was in het oostelijke front. Ter hoogte van de stad Koersk. Ligt iets boven de Oekraïne, voor mensen die het even opzoeken. En het was een Duits idee, die zei van, weet je wat we doen, we snijden die bult af. We vallen die bult aan. En de Russen hadden natuurlijk ook gedacht, wat gaan de Duitsers doen? Gaan die bult afsnijden. Inderdaad, zo gezegd, zo gedaan. En de Russen hebben die bult, laten we zeggen, met gebruikmaking van alles wat ze geleerd hadden over hoe je die Duitse troepen, hoe je die Weermacht zou kunnen stoppen als ze op lekker volle snelheid aankwamen, dat hebben de Russen gebruikt. Dus wat ik al zei, het was niet één verdedigingslinie. Ik geloof dat het er 7 of 8 waren. En dat, nou ja, daar loop je uiteindelijk ook, hoe goed je ook bent als snel opererende panzerdivisie, daar loop je tenslotte op vast. En zo is het ook gebeurd, want dat offensief in 43, dat mislukt. En vanaf dat moment gaat eigenlijk het Rode Leger gaat massaal in de tegenaanval. En ik moet nu even generaliseren doorpakken natuurlijk. Ten slotte eindigt het Rode Leger in Berlijn. Maar als je ziet hoe de Duitsers zich verdedigd hebben tegen die massale, want ondertussen was echt het Rode Leger, die gaan dan in een offensief in 44. En dan hebben ze echt 1.700.000 man. En de Duitsers ook nog wel 800.000, maar dus ongeveer de helft. Dan is het eigenlijk spectaculair hoe effectief de Duitsers zichzelf verdedigd hebben.
ondanks ook allerlei flauwekul theorieën van Hitler, die vond dat alle steden moesten verdedigd worden, tot het uiterste, allemaal vrij suf. Tal van generaals hebben gezegd, ja, we kunnen ons beter toch terugtrekken, consolideren en dan eens kijken of, nou, dat zat er al helemaal niet meer in. Wat dat betreft was de Tweede Wereldoorlog natuurlijk een onzinnig conflict. Daar kon eigenlijk niet gepraat worden over een laten we zeggen, compromis aan op het moment dat je beide vindt. Bovendien hadden de geallieerden al besloten dat de Duitsers zich onvoorwaardelijk moesten overgeven. Maar ik zeg toch nog even iets over Italië. Ja, want de Duitsers waren dus uit Noord-Afrika gegooid. Dan landden de geallieerden op Sicilië. Dat ging hartstikke vlot. En wat al heel kenmerkend is, de Duitsers zijn erin geslaagd om al hun troepen en materieel uit Sicilië te evacueren, zonder dat de Amerikanen en de Engelsen erin zijn geslaagd om dat te verhinderen. Met als gevolg dat ze de strijd gewoon in Italië, op het vasteland van Italië, weer voort konden zetten. En daar zie je eigenlijk in alle gevechtssituaties steeds weer hetzelfde, wat we eigenlijk door de hele Tweede Wereldoorlog zien. Als het 1-op-1 is, als het niet 10-op-1 is of 6-op-1 is, als het 1-op-1 is, wint de Weermacht altijd. Ondanks het feit dat ze natuurlijk in latere fase van de oorlog vaak de tactische luchtsteun van de Luftwaffe kwijt waren. Dus je moet, wilde je de Weermacht verslaan, dan had je dus die verdedigingssystemen nodig waar ik het over had. Hè? Dat je niet één systeem hebt, maar dat je een hele reeks van systemen achter elkaar bouwt. Dat je de hele boel vollegt met mijnen. Dat je zorgt dat hun luchtsteun zoveel mogelijk afwezig is. En dan heb je in ieder geval een kans dat je ze af kunt stoppen. Maar als je nou de hele zaak beschouwt van de Tweede Wereldoorlog, moet je toch zeggen, ja, de Weermacht was altijd beter. Alleen de Weermacht is verslagen door een enorme overmacht van de tegenstander. Zowel materieel als personeel. Anders kun je het niet zeggen. Maar stel je voor dat je de wereld zou kunnen, nou ja, dat we een soort lollige exercitie zouden kunnen doen. Ergens in een open ruimte. En we zouden de ouderwetse Weermacht weer terug kunnen toveren. En we zetten er enig ander leger tegenover. Dan zou de Weermacht nog steeds winnen. Wat natuurlijk niemand kan verklaren is van waar de discipline. Van waar de gevechtskracht. Van waar het feit dat terwijl hun kameraden gesneuveld waren, dat ze gewoon spijkerhard doorvochten. Hoe hadden ze dat tempo erin gekregen? Want kijk, tempo, stel voor dat wij, dat ik tegen jou zeg tempo, ja, jij zegt, ja, wacht nog even, niet zo'n zin. Nee, voor tempo, iedereen moet daar aan meedoen. Er hoeft er maar één te zeggen, ja, kom op, even een kop thee drinken, jongens, we hebben nog een paar kaakjes liggen, dus zo zal zo'n vaart niet lopen. Ik zou volledig ongeschikt zijn geweest, in ieder geval. Daar wil ik nog wel zo'n goed boek over lezen. Want dat betekent dat die lui, want dat staat ook, dat schrijft Kennedy steeds, highly trained German soldiers. Dat schrijft hij nooit over Russen of over de Engelsen of Amerikanen. Ja, misschien moet ik dat verhaal er nog aan toevoegen. Want je zult misschien zeggen, nou, die Amerikanen die hadden ontzettend veel spullen. Die konden toch in principe, waren dat toch ook gezellige vechtjassen. Het eerste contact tussen 6 Duitse bataljons in de Kasserinpas in, wat we zal er geweest zijn, ik schat Tunesië of zo, ik weet niet precies waar, in ieder geval ergens in Noord-Afrika. Daar wordt een hele Amerikaanse divisie niet waar tot gruis vermalen door de Duitsers. Ja. Het was een gigantische schok. Amerikanen begrepen ook dat je een groot deel van het kader wat ze mee hadden gebracht, dat je dat het beste meteen uit kon gooien om de jongelui te vervangen die in ieder geval bereid waren iets te leren, om het maar even zo te zeggen. Maar als je we hebben het daar eerder over gehad, als je de film Patton bekijkt, dan weet je dat een van de allereerste momenten van de film Patton is, met die bootjes. Nee, dat die Amerikanen vernietigend verslagen zijn in die Kasserinpas. En dan, ik geloof dat Bradley dan aankomt rijden in een jeepje.
Ik weet niet met wie. En dan zie je hoe die Arabieren bezig zijn om al die spullen van die Amerikanen te stelen die gesneuveld zijn. Maar dus de eerste confrontatie tussen de Weermacht, notabene een betrekkelijk klein deel daarvan in Noord-Afrika en de Amerikanen, was vernietigend voor de Amerikanen die simpelweg geen gevechtservaring hadden. Die hebben eerst een hele tijd gevechtservaring op moeten doen voordat ze een beetje partij konden hebben. Als je dan vervolgens 5 keer zoveel spullen hebt en 5 keer zoveel mensen, ja, dan kun je natuurlijk uiteindelijk kun je de Weermacht wel verslaan. Waar werden Laat ik het anders, hoe gek dit ook mogen klinken, de Weermacht was een betere zaakwaarde geweest. Waar werden die Duitse soldaten getraind? Dat weet ik niet precies. Ik moet me daar nog eens in verdiepen. Hoe krijg je die lui nou zo opgeleid dat ze precies doen wat ze moeten doen? Er is ook nog op dit punt is er iets door Klaas-Jan Barneveld ingestuurd. Die zegt, volgens mij was naast de zware training ook het hebben van één doel, namelijk de eed van aan Hitler, waardoor ze gezamenlijk voor één doel, eigenlijk één geloof strijden, een belangrijke verklaring van waarom ze zo sterk waren. Ik weet niet of ik dat geloof. Het is meer dat je kijk, wat vechten, personen vechten niet individueel, personen vechten in een groep, in een peloton of in een bataljon, en dat moet functioneren, dat draagt die waarde van tempo, dat je door blijft vechten ook als het enorm tegen zit. Dat je bereid bent even te retireren en dan vervolgens weer aan te vallen. Dat zijn allemaal groepsprocessen. Niet voor niks had ik het over die sleepboten en die hadden we nog meer verzonnen. Dat zijn kleine hechte groepen. Men zei ook wel dat de Weermacht zo verschrikkelijk goed was omdat de onderofficieren zo goed waren. Het zijn dus niet de officieren die al wat meer, maar een onderofficier leidt een peloton, als ik het allemaal goed begrepen heb. En dat de Weermacht eigenlijk excelleerde door de unieke kwaliteit van zijn onderofficier. En natuurlijk, laten we dat niet vergeten, vechten, dat moet je oefenen. Het is niet zo dat iedereen kan vechten of zo. Nee. We hebben dat gezien in het gedoe met het Midden-Oosten, toen met die ISIS en zo. Voor de jongens die dan zo'n AK-47 hadden, die dan om de hoek van de straat schoten. Ja. Kijk, het eerste wat de wachtmeester, de sergeant die leert, is niet schieten als er niks zichtbaar is. Niet schieten als je wel zeker weet dat je toch niet kunt raken. Kortom, save your fire, of weet ik hoe het mogen heet. Heb je hiermee nou al die hoofdstukken die je aan het begin noemde van Paul Kennedy gehad? Nee, lang niet. Moeten ze nu alle andere hoofdstukken, die gaan namelijk over andere technische problemen. Hoe schakel je de U-boten uit, de onderzeeërs? Hoe moet je landen op een strand wat effectief verdedigd wordt? Vandaar dat ik die landing in Italië noemde, waar het echt 2 keer geen haar geschreeuwd heeft. Of de Duitsers hadden de geallieerden ook weer met veel minder man de geallieerden zo de zee ingejaagd. Nou, dan worden weer de generaals weer ontslagen en dan komen er nieuwe en nou ja, dan begrijpen ze wel. Vechten moet je leren. Ik denk dat het was op zichzelf een hele leuke observatie van Kissinger, de 100-jarige. Dat hij zei, ja, je moet die Oekraïne meteen lid van de NATO maken. Want ten eerste is dat een nuttige waarschuwing voor de Russen, dat ze te maken hebben met een lid van het Groot Bondgenootschap. Maar je moet er ook over nadenken dat die Oekraïners, als dit zo doorgaat, verreweg de best vechtende partij in Europa zijn. Om de eenvoudige reden dat ze het hebben gedaan. Lange tijd werd terecht gezegd dat natuurlijk die Israëlische IDF, de Israeli Defense Force, natuurlijk verreweg het beste leger ter wereld was, omdat ze voortdurend hadden gevochten. In 48, in 56, in 67 en in 73. Dan heb je dus allemaal officieren die gevechtservaringen hebben. En soldaten en reservisten die gevechtservaringen hebben. Niets is zo waardevol als echte serieuze gevechtservaring. Kijk, hard schreeuwen en zo'n machinegeweer, de leegschieten, dat kan iedereen. Maar vechten, dat is een heel ander chapitre. Dus we gaan nu andere aspecten eigenlijk van de complexe oorlogvoering in de Tweede Wereldoorlog gaan we bekijken. Omdat die daar
Ook het bombarderen gaan we uitleggen. Aanvankelijk, ja, de Amerikanen en Engelsen bombardeerden wel, maar de verliezen waren echt gigantisch. Nou, wat hebben ze bedacht om die gigantische verliezen te verminderen? Dat gaan we ook bekijken. Het was gewoon een vliegtuig wat met de bommenwerpers mee kon, een jager die met de bommenwerpers mee kon vliegen. Kunnen we nog even, laten we de Duitsers hebben, ik wist dat pas toen ik een jongetje was, wist ik dat niet. Ik had wel van die boekjes met vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog. Maar daar stond die eerste effectieve straaljager, die begrijp, door de Duitsers gebouwd, niet door de Engelsen of de Amerikanen. De Messerschmitt 262, een fantastisch toestel, maar ja. Toen waren ze al in de eindfase. Het was vaak slordig in elkaar gezet. Ze hadden eigenlijk onvoldoende brandstof. Maar het is wel leuk om die Amerikaanse piloten te horen van... Nou ja, dat er plotseling een vliegtuig was verschenen... wat gewoon 200 kilometer per uur harder ging dan zij gingen. En wat nog geestiger was eigenlijk... is dat als je zo... dat die Duitse piloten die dat ding vlogen, die Messerschmitt... dat die daar enorm aan moesten wennen... omdat alle technieken die ze kenden waren geënt op de snelheden van propellervliegtuigen. Waarbij zeg maar een soort Spitfire of de P-51 de snelste waren. Dus ze moesten wennen aan het feit dat je zo snel de tegenstander naderde, daar moest je van tevoren rekening mee houden. Ja, dus dat eigenlijk het toestel zo superieur was dat die totaal andere gevechtstechnieken noodzakelijk maakte. Je hebt zeker ook nooit een plaatje gezien van dat ding. Spectaculair ding. Ja, die Duitsers waren toch wel een knap staaltje werk is dat. Als je met de Gloster-Meteor vergelijkt dan... Maar je moet ook in je maatschappij natuurlijk maar de kennis hebben. En de mensen die het weten hoe je... Zeker, het je moet iemand hebben die een straalmotor kan ontwerpen. Die dingen waren vrij effectief. Daar wou ik ook nog eens een keer aandacht aan besteden aan de straalmotor. Dat je tegenwoordig niet waar in het vliegtuig gaat zitten zonder dat je denkt, nou ja... Is de vraag of we levend aankomen. Je weet het niet. Zeker, maar goed. Hè? Fingers crossed, dat werk. De straalmotor is een zo ongelooflijk betrouwbaar product geworden. Als je dat vergelijkt met zo'n, zeg eens wat. Zo'n 10-cylinder sternmotor. Hoef je ook maar de krukas van te zien. Dan weet je al, oh jee, hè, hoe ingewikkeld is dit. En dat realiseren mensen natuurlijk ook niet, dat de ongelooflijke veiligheid van het vliegverkeer voor een belangrijk gedeelte het product is van de steeds verder doorontwikkelde straalmotor. Terwijl de meeste mensen waarschijnlijk niet geen idee hebben hoe die straalmotor werkt. Neem ik aan althans. Misschien, als u het interessant vindt, dan moet u maar een brief schrijven en dan gaan we de straalmotor doen. Voor de rest ben ik geneigd om te zeggen... Dat programma met Frankrijk enzovoort, dat wil ik wel doen. Nadat we Kennedy uit de doeken hebben gedaan. Tempo, tempo, tempo.